De hotelketen heeft in Lelystad wel een aantal obstakels moeten overwinnen. Zo was het gebouw eerst niet iconisch genoeg, zou het toen te hoog zijn, en moest de bouw daarna een aantal keer worden uitgesteld vanwege onder andere krapte op de arbeidsmarkt. Dat ook het vliegveld nu tenminste 2 jaar is uitgesteld, is volgens Van der Valk familielid Danielle Hunnink geen groot probleem. Het is een prachtige omgeving natuurlijk met alle natuurparken en de Oostvaardersplassen, maar ook alles wat er in Lelystad te doen is. Het is ook een hele mooie grote stad in ontwikkeling. Maar wij geloven 100% in deze omgeving en in Lelystad om een succesvolle zaak te kunnen runnen. Het hotel heeft 150 kamers, een restaurant, 10 vergaderzalen en zowel een bar op de begane grond als een skybar. Deze bevindt zich op de 16e verdieping van het hotel. Maar er moet de komende weken eerst nog even hard gewerkt worden. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de hotelkamers. Die zijn zo goed als af. En het restaurant, nou, daar moeten we nog even op wachten. Dit is onze hotelbar, Bar Madame. 10 augustus gaan we open. In ieder geval dus met de kamers en de hele begane grond en de zalen. En hopelijk gefaseerd dus na een paar dagen al de skybar. Alleen beneden de Weleda Spa en onze fitness en zwembad, die doen we even als laatste. Die hebben de minste prioriteit op het moment. Maar daar werken ze natuurlijk wel nu met man en macht aan om die zo snel mogelijk klaar te hebben. Zo sober als het gebouw er van de buitenkant uitziet, zo kleurrijk is de binnenkant. Nou, we hebben ervoor gekozen om dus echt de natuur van Lelystad en omgeving naar binnen te halen. Dus we hebben veel houtelementen buiten al. Een donkere kleur als de voetsteen eigenlijk. En de kamerverdieping is eigenlijk een hele lichte beige steen. Het interieur zelf heeft ook heel veel natuurelementen. Dus hout, steen, ook juist heel veel groen. En daarin proberen we dus een hele huiselijke uitstraling neer te zetten. En ik hoop dat het een beetje is gelukt, vooral voor onze gasten. Dit is het 115e Van der Valk Hotel van de internationale keten. Voor het hotel op 10 augustus opengaat, wordt er eerst een proefdag gehouden. Nou, we hebben eigenlijk 1 proefdag. Daarin komen vooral familieleden eigenlijk slapen. Maar we hebben ook proefslapers. Dus we hebben een proefslaapactie uitgezet. En dan mogen ze alles testen en mogen ze alles proberen. En dan verwachten wij de feedback van hun en echt de aanpassingen die we moeten doen om echt te kijken wat de gasten willen. En als er appelmoes wordt geserveerd, dan komt daar de iconische kers bovenop. Ja, het is iets waar ik natuurlijk zelf heel trots op ben ook. Dat heeft onze opa vroeger ooit bedacht. En wij zullen zeker bij onze valklassiekers nog de appelmoes hopelijk ook met de kers neerzetten.